Jongens en meisjes, dames en heren, welkom weer bij deze gloednieuwe aflevering van Switch op deze donderdag 5 mei, dag van de vrijheid in veel landen in Europa. Nou, vrij zijn wij hier altijd in de studio, zo vrij dat we elke week wel gezellige mensen hier op bezoek hebben. Dat hebben we ook deze week. We gaan het hebben over Blossom. Dat is natuurlijk het grote moederdag-event wat plaats gaat vinden op het beursterrein. Er zijn wel twee nieuwe videoclips die wij gaan lanceren. En we gaan een schuitje varen. Jawel! Nou, en het leuke van het schuitje varen is, is dat normaal gesproken, als er boottochten zijn, dan ja, 9 van 10 keer dan is het, is het de klassieke muziek, de Surinaamse bandjes. Maar daarna waarschijnlijk dachten een paar heren, weet je wat, wij die achter de draaitafel staan, kunnen het ook heel gezellig maken op een boot. Toch? Voorheen DJ Kuiken en tegenwoordig Jason Heimer. Ja. Nou, leuk dat je er bent, want we hebben je lang niet gezien. Inderdaad, klopt. Echt al heel lang niet gezien. Zo lang dat je in de tussentijd je naam hebt veranderd. Klopt, dat is inderdaad. Dus dat was mijn eerste, want ik wist nog toen, ik weet niet meer wie hier was. En die zei van, ja, en de DJ's zijn die en die en die en Jason Heimer. En ik zei, wie is dat? Oh ja, dat was voorheen DJ Kuiken. Ja. Van waar die naam zo? DJ, ja, na het verandering, ja, ik moet eigenlijk meegaan met de tijd, hè. Ja. Ja, en Jason Heimer is gewoon mijn naam omgekeerd geschreven. Sanjay Merhai. Haha, dat slim. De lettergreep omgekeerd maakt Jason Heimer. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar het had met nog iets anders te maken. Dat mag je best wel vertellen. Dat met? Zei me toch net? Het is zo vreemd op de flyer als oh, je Ken ja, en Kuiken ziet inderdaad, staan. Ja. Mensen denken dan al heel gauw, hoe, wat een beest. Ja, klopt. Ja, nee, toch? Maar het is niet zo professioneel als je Ken en Kuiken op een flyer ziet. En vaak zetten ze jullie ook naast, zetten ja, ze jullie ook naast klopt. Elkaar. De meeste buitenlanders die komen, die kijken dan zo naar die flyer van, wauw, het is dit. Ja. Weet je? Van ja, wie zijn deze mensen? Who maar is ja, the kitty cat and who is the chicken? En de cat is gonna eat the chicken. Ja, precies. Dus dat hoe kan dat? Altijd. Hoe kan dat? Dat? Hoe kan dat? Oh, dus vandaar daarna. Oh ja, inderdaad. Sanjay. Ja, maar ja, oké. Okay. Nou, wel heel creatief bedacht, moet ik zeggen. Dank je wel. Dat wel. Eerlijk? Ja, nou, laat dat nee, maar. Nee, zeg maar, want je begon al met je zin eerlijk. Nee, die naam heb ik. Ik zit eigenlijk met die naam sinds 2007. Maar ik had nooit echt de guts om die oh, overstap om het te maken. Ja. Oké, okay, dat heb je nu gedaan. En ik moet wel zeggen, het klinkt wel veel internationaler. Ja, dat is ook de reden. Dat is ook de reden, want dat is ook de bedoeling. Dat ja. Ik, want ik deed dat al, maar die mensen kunnen dus Kuiken niet uitspreken. Nee. Dat gaat moeilijk. Nee, en om ze nou uit te leggen aan DJ Chicken is ook weer zo vervelend. Ja, ja snap je? Ja, zo ja, vervelend, moet DJ Chicken. Klopt, inderdaad. Okay. Maar nu heb ik een mooie explanation hiervoor. Oké, okay, nou, zo mooi allemaal dat je ook dacht van, weet je wat, we gaan de boot op. Ja. Ja, ja toch? Klopt. Zoals je zei, het wordt altijd met live bands gedaan, mm-hmm. maar we dachten nee, we doen het met de Surinaamse DJ's. Okay. Want we weten, het is geen feestje zonder een Surinaamse DJ in de line-up. Nee, dat is wel zo. Je maar kan 100 live acts hebben, maar dan moet wel If altijd een DJ you know, zijn. Pot Asrana en DJ Afesa Newaka. Ja, precies. Laat en toen dacht jij, weet je wat, ik zet ze allemaal op ik één boot. Ik zet ze allemaal op de boot. Mm-hmm. En het is de eerste keer dat zoiets wordt georganiseerd. Ik krijg goede feedback hoor, ik ga okay. niet voor jokken. Maar wel heel leuk, want het is voor de eerste keer dat het hier wordt georganiseerd ja. in het buitenland. Veel in Europa wordt dit, is dit vaker jaar gedaan. En dag al ja, een ding om gedaan. Te doen. Mm. Vooral in de zomer natuurlijk, want dan ja, moet je wel rekening houden met het weer. Je wilt ook niet altijd in de club feesten. Nee. Snap je? En daarom, nee. daarom ook op de zondag, waarom ja. vraagt ook, ja is moederdag, ja. Heel toevallig valt het op moederdag. Oké, okay. had je niet bij nagedacht? No. Of pas later begreep je, oh, ja, het is moederdag. Dus in verband met moederdag hebben we het ook gedaan. Het is voor die 70%. Hippe moeders. Snap je? Voor die hippe moeders. Altijd komt, wie? Hij is er niet meer. Max Neyman. Oh, en ja. Die andere ook ik weet het niet, maar in ieder geval al in ieder geval, soort, voor ja. die oudere moeders ja. wordt het in NIS gedaan. Maar ja, er zijn ook jonge moeders. Ja, moet ook die wel ook zoiets hebben van, ja, maar die ik willen wil ook gewoon gaan feesten.
leuk die ontbijtjes ontbijt en 's middags gaan knutselen met de kinderen. Maar daarna wil ik toch ook wel even wat voor mezelf gaan doen. Het is niet voor niets, natuurlijk moederdag. Ja, klopt. Ja, toch? Okay. Daarom, je hebt de hele dag om met je moeder te zitten en haar te verwennen. Of moeder met hun kinderen te zitten. En in de avonturen. Keifeest op de boot. Oké, hartstikke goed. Luister, het is de boot die we altijd kennen. Van de, dat is toch dezelfde boot, de feestboot? Dezelfde boot. Er is... Het wordt helemaal overdekt. Er is al een bestaande dak. Maar hij wordt nog ietsjes verder uitgebreid. Ja. En je wordt echt niet nat. Ik heb het vorige week zaterdag zelf ondervonden. Ah. Toevallig. Oh. Kijk, zie je? Niet op het feest van jullie, maar toevallig op een ander feestje. En het was inderdaad, we waren gewoon niet nat, niks. Klopt, het is laag, best laag. Ja, en, het was, en we hadden geen last van wind, en we hadden geen last van regen. We hadden gewoon nergens last van. Goed zo. Ja. Ja, nee, maar het is voor die mensen die denken, mijn god, allemaal mijn haar, maar ik ben dan voor moederdag naar de kapper geweest en dan gaat mijn haar woei woei en waai waai. Maar dat is dus helemaal niet nodig. Helemaal niet nodig. Oké, hoe laat gaan jullie weg? Oké, boarding time is 6:30. Okay. Het feest start om 6:30, de DJ start om 6:30. Mm-hmm. Maar we vertrekken om 8:00. Oké. Om 8:00 varen we. Dus ga niet denken, oh weet je wat, ze gaan pas om 8:00 weg. Dus als ik zorg dat ik daar om 8:00 ben. Nee, 8:00 gaan ze weg. Dus dan vertrekt de boot. 8:00. Is de boot vertrekkende. Ja. Ja, toch? Klopt. Vanaf 6:30 tot 8:00 feesten we aan wal. Mm-hmm. Kunnen de mensen komen. En de DJ's die vallen gelijk met de deur in huis. Mm-hmm. We gaan niet opbouwen, draaien of zo. Nee, gelijk bam bam. Nee. Want de meeste mensen komen ook van Torarica. Ja. Daar heb je Revive, die jongens komen straks. Oké. Okay. En... Maar die setting is ook lastig om dat zo te doen. Ik bedoel, je bent al op een boot en gewoon, we willen gewoon feesten. Ja, op de boot, aan één stuk door. Klopt. Oké, wie zijn er nog meer bij behalve jijzelf? We hebben DJ Cat. Ja. We hebben Oefmeister, we hebben Booby, Giri Gonzalez, Marnix en Gabriel Santos als MC. Oh, nou dat wordt gezellig. Als wordt kapitein. Gezellig. Ja, dat wordt heel erg gezellig. Het wordt heel gezellig. Maar waar haal ik mijn instapkaartje voor dit feest? Wel, de voorverkoopkaarten die zijn zo goed als uitverkocht. Oh. Er waren maar 100 beschikbaar en die hadden de DJ's. Ik weet niet, misschien zijn er nog een paar kaarten okay, over. Oké, dus ga ze stalken op Instagram of Facebook. Ja. Ga ze halen, ken je de DJ's persoonlijk, bel ze even op. Ja. Mijn kaarten zijn al weg. Oké. Okay. Dus, kaarten aan de poort, die zijn 35 SAD. Oké. Okay. Het is niet zo duur. Nee. Maar we moeten wel een paar kosten dekken. Ja, dus natuurlijk. Oké, dus die kan je doen. Maar dan is het dus wel heel erg belangrijk dat je daar al om 6:30 bent, als je dus nog geen kaart hebt. Als je geen kaart hebt, inderdaad. En de boot, er gaan wel een aantal 100 mensen op, maar er gaan geen duizenden mensen klopt. Op. Vandaar dat we maar... Dat je ook maar een bepaald aantal kaarten kan hebben. En in verband met Moederdag mogen de eerste 25 vrouwen gratis binnen. Oh, dus als ik nog geen kaart heb en ik ben er om 6:30... Kan je gratis binnen. Dan kan ik gratis naar binnen. Als je niet de 26e bent. Nee, precies. Dus als ik in ieder geval nummer tussen 1 en 25 ben. En natuurlijk, alle vrouwen moeten natuurlijk ook wat krijgen. Dus ze kregen allemaal een cocktail aan de house. Oh, lekker. Van de organisatie. Oké, en hoe oud moet ik zijn als... 18+. 18+. Ja, niet jonger. Oké, nou dat is helemaal de... En het leuke is dat je de dresscode erbij hebt gedaan. Dat is shorts en skirts. Het is op de bootje, moet je vrij voelen. Ja. Weet je, als je komt niet... Je gaat kom niet met ook niet met je 10 centimeter hakken. Is niet zo handig op nee, de boot. Kom, doe gewoon je beach slippers aan, je korte broek, je skirtje. Kom maar. Oké, nou, hartstikke goed. Ja, dag. We gaan varen. Jullie gaan misschien wel varen. Mm. En dan hebben we als kapitein, hebben we MC Gabriel Santos. Als co-captain hebben we Jason Heimer. Hoe mooier wil je het nog hebben? En dan zijn er natuurlijk nog de matrozen. Gilly Gonzalez, Marnix, Oefmeister en Booby. Die zijn er allemaal bij aankomende zondag. Zondag is dus wel moederdag. Maar goed, overdag ga je lekker chillen en knuffelen en kroelen met je moeder. En 's avonds vanaf 6:30 ben je dus van harte welkom bij de SMS-pier. Want daar is dan ook de opstapplaats voor deze gezellige swingende boot, toch mag ik wel zeggen. Ja, ja, nog wat? Ja. Zij die met een auto komen, ja. Weet je, ik kom liever in een groepje. Dan kan je één auto, weet je, kan je met één auto komen. Ja, precies. En daarvoor maar parkeren hebben we... is ook niet zo makkelijk. Is onhandig daar, ja. Vind ik zelf. Maar daarom, als je daar mocht parkeren, hebben we dan... Security guards. Die wel op de auto letten. Die op de auto letten. Dus als je terugkomt, is je auto nog heel. Heb je lenzen nog? Heb je, dat is wel belangrijk in deze tijd. Ja, oké. Okay, En ook vooral, zij die met de taxi komen, zorgt de organisatie ook ervoor dat 1660 klaar staat. Oh! Om 12 uur als je naar huis. Big op 1660. Ja. Nou, dus nog beter. Ga gewoon met je homegirls of met je homeboys in de taxi, in de bekende gele.
Je wordt daar afgezet. Dat is het beste. En daarna staan er in ieder geval meer dan genoeg taxis klaar om je ook weer thuis te zetten. Dat is natuurlijk wel tegen betaling voor de duidelijkheid. Respons. Ja, toch? Nee, die mag je. Ja, ik weet niet, je wil nog mensen bedanken, dus dat mag je nog heel snel doen. Ja, ik wil SCCL bedanken, Anielse Lighting and Decor, RP The Hot One. Deze man heeft zijn naam zo klein geschreven. Digital. Safir, DJ Safir, hij doet die flyers, hij maakt die flyers. Digital en, Imaging, ja, Suriname. So ja, oké. Okay. Spinwell Entertainment. En natuurlijk Insane Creation, hij powert me in okay. deze alles. Nou, hartstikke goed, dank jullie wel. Allemaal voor de mensen die dus zaterdag, die aankomende zondag dus meegaan op deze gezellige, niet gewone boottocht. Denk er dus aan, als je met een groepje gaat, ga gewoon een beetje efficiënt als je kijkt naar vervoer en zo. Want er is niet heel veel parkeerplaats. Dus één auto is dan wel het makkelijkste. Als je zoiets hebt van ja, maar ik wil eigenlijk ook wel heel graag wat meer cocktails aan boord drinken, is dat ook geen probleem. 1660 staat dan ook weer klaar om jou veilig naar huis te brengen. Ik wens jou heel veel plezier met je matrozen en je kapitein. Je zal ze allemaal groeten. En die golven. En die golven, ja, inderdaad. Maar dat zal zeker wel lukken dat het gezellig wordt. Daar geen twijfel mogelijk. Ik ga er nu uit. En als ik terug ben, gaan we het hebben over Blossom. Tot zo. Voor deze oldschool videoclip hebben jullie kunnen kijken en luisteren naar Jason Heimer. Voorheen natuurlijk DJ Kuiken. Die heeft een leuke boottocht georganiseerd met alle leuke, hippe en hete DJ's van het moment. 6:30 is dus de bedoeling dat je je aanmeldt bij de boot. En om 8:00 zal de boot vertrekken. Voorverkoopkaarten zijn al uitverkocht. Dus als je nog graag mee wil, schuitje varen, dan moet je zorgen dat je er dus op tijd bij bent. En de eerste 25 dames mogen gratis naar binnen. Jawel. Goed, we gaan het over iets heel anders hebben. Zondag is natuurlijk moederdag. Jason Heimer zei het net al, voor de hippe moeders heb ik een leuke discoboot georganiseerd. Maar voor andere hippe moeders die ook nog heel creatief zijn en die gewoon een lekkere zondag iets met het gezin willen gaan doen. Ja, dan is KKF-terrein the place to be, toch Brigitte en Greg? Yes, absoluut. Ja, ik moest even nadenken over mijn intro eigenlijk. Want ik denk, hoe ga ik van disco-mama's nu naar blosse mama's? Maar het klopt wel toch een beetje, voor de mama's die zondag iets leuks willen doen. Alle mama's. Ja, toch? Ja. We hebben in de KKF erin, dus we zeggen Blossom, het ideale moederdag cadeau. Oké. Okay. Maar het is echt een familieuitje. Ja, voor het hele gezinnetje. Voor het hele gezin. Oké, okay. Maar het is ook leuk om het aan moeders cadeau te geven. Juist. Dus oké. Okay. Je koopt een cadeaubon en dat is al een cadeau op zich. Oh, ja, inderdaad. Oh, wacht even. Ja. Dit vind ik inderdaad een heel leuk kaartje. Weer is wat anders dan een gewoon zwart afschuurkaartje. Luister even, maar voordat we daarover verder gaan, wat houdt Blossom eigenlijk in? Blossom is een dag vol een groep creatieve mensen. Ja. Die hebben gebundeld en we hebben een concept dat meestelijk werkt. Food entertainment. En, ja. Bij elkaar gebundeld in een hele mooie ambiance. Okay. Dus we gaan plant en bloem. En want dat is echt jouw ding. Ja, dus ja. Eigenlijk was ik dat in de introductie een beetje vergeten wie is. Want het grappige is, als ik aan Brigitte denk, of nou is denk zie, dan denken we aan dans. Ja toch? Aan dans en eigenlijk alles om een evenement een beetje een extra schoen te geven. Ja, dus met jouw dansende blossempjes. Ja, klopt. Ja, de bloemen. De Surinaamse bloemen. De Surinaamse bloemen. Ja, klopt. Ja. En als ik aan Greg denk, dan denk ik weer aan mooie bloemstukken en decors. Ja. Ja, we bedenken dus concepten en we doen dus geheel op decors, thema decor. Mm-hmm. En nu hebben we dus een combinatie van alles een beetje bij elkaar. Oké, okay. Dus goed. Maar als ik daar naartoe ga, is het dan dat ik ook dingen kan kopen? Dus bijvoorbeeld jouw werk ook kan kopen? Of is dat meer om, of is het gewoon dat ik erna ga kijken en ervan ga genieten? Je gaat er naar kijken, je gaat ervan genieten, je gaat er foto's bij maken, je hebt een mooie herinnering aan. Maar we kopen het niet. Nee, je koopt het niet. Nee, maar okay. Ik bedoel, ik kan persoonlijk natuurlijk. Ja, oké, okay. Maar als je een feestje hebt. Of een bruiloft, of ik bedoel, want wedding season komt er weer aan, als rain season voorbij is. Maar je wil natuurlijk nog wat moois hebben voor op je bruiloft. Dan moeten ze toch ook bij jou zijn. Ja, maar eigenlijk gaat het om de hele ervaring. Oké. Okay. Toch? Want je kan gewoon, zeg maar, moederdag, wat doe je? Je gaat eten in een restaurant. Ja. Je komt binnen, stoelen, tafel, weten, klaar, leuk. En de 100 mensen om je heen eten vaak moederdag, ook hetzelfde. Mama, en klaar. Ja. Maar nu kom je dus naar Blossom. Aha. Vanaf het moment dat je daar aankomt, is het al een hele. Ah, oeh. Hier. Oh, dit kan
ook, ja. Weet je? En het is gewoon de ervaring. Dat als je naar huis gaat, je eigenlijk nog aan het nagenieten bent. Een leuke middag heb ik gehad. Dus het is niet zozeer om dingen te kopen. Nee. Voor de duidelijkheid. Het is niet een beurs. Het prikkelt. Nee, dan moeten we duidelijk erbij zeggen. We hebben Blossom bedacht om de creatieve geest te prikkelen. Oh, je ziet het heel netjes. Heel diep. Ja, we worden geprikkeld. Ja, maar het is natuurlijk een hele andere ervaring. Het is voor het eerst dat dit concept wordt gedaan. Voor een groter publiek. Ja. Het zijn allemaal creatieve hoofden bij elkaar. Ja. En het is to the max benut. Oké. Okay. Laten we het zo zeggen. Toch, Greg? Ja. Dus in een nutshell, je komt met je cadeaubon. Er zijn nog een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar. Ja. Dat kan aan de poort tot ze op zijn natuurlijk. Ja. Want we gaan een beperkt aantal kaarten verkopen. Okay. Omdat het natuurlijk gekoppeld is aan het eten. De mensen hebben recht op 7 smulbonnen. We hebben 12 keukens. Holy macaroni. Yes. 6 Surinaams georiënteerde keukens. En 6 internationale keukens. Okay. Mexicaans, Italiaans. Japans. Dus ik zeg eigenlijk van het blosse menu kunnen mensen 7 gangen diner samenstellen. Oh, dus met mijn bonnetje kan ik dan naar één van ze gaan? Yes, kan je 7 gerechten uitkiezen. Ja. Je hebt gratis Mr. TB ready to drink siroop, 6 smaken, een welkomstdrank, mooie ambiance, een geweldig entertainmentprogramma waar de shit staan we zo meteen over gaat vertellen. We hebben voor de kinderen, de ouders die of alleen of de moeders die een beetje extra willen gaan genieten op hun manier, rustig. Zonder gillende kinderen. kunnen de kinderen terecht in een kinderpaviljoen. Maar moet ik dan voor mijn kind ook een aparte bon kopen? Kinderen tot 5 jaar zijn gratis. Okay. Van gratis nemen mama en papa. En kinderen tot 13 jaar betalen 75 SRD. Okay. En die krijgen dan 5 smulbonnen. Oh ja. Dus als je met een gezinnetje bent, dan kan je natuurlijk alle bonnen bij elkaar. Ik wilde net zeggen, want dan kan je het eigenlijk combineren. Ja. En dan kan je eigenlijk bijna alles proberen wat er is. Ja, dus hoe meer bonnen je hebt, hoe meer keukentje kan proeven. Kan proeven gratis. Okay. Maar degene met z'n 2 kunnen natuurlijk van 14 gerechten, dus dat is ook prima. Nou, dat zijn mini portions. Ik raak je buikwaardig van vol, denk ik. Denk ik. Ja, maar er is ook een Verwenstraat. Oh! Ja, en in de Verwenstraat hebben we nagels, stylistes, kappers, make-up artiesten. En die kunnen allemaal voor een blosse prijsje kunnen ze iets leuks laten doen. Kan mams in de make-over worden gegooid? Ja. Voor een blossomprijsje. Voor een blossomprijsje. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja, het is echt een verwendagje. Ja. Ik kan nog zo, er is nog meer hoor. Je hebt planten, bloemen, je hebt Surinaamse ontwerpers van mode en sieraden. Mm-hmm. We hebben een kunstraad, George Struikelblok. Dat is heel leuk. Hij gaat met aardblok, kan je een vaasje, een bordje, een kunstwerk maken. Leuk. Onder begeleiding. Ja. En we hebben een opkomende artist, Gerlin. Die gaat Mahindi aanbrengen, speciaal voor kinderen. Ja, nou, is het dezelfde Gerlin die ik trouwens? Ik ken niet zoveel Gerlins, dus ik denk dat het die ene Gerlin is. My kids for kids. Die gaat Mahindi doen. Ja, en die is zijn wel zo groot dat we dat doen. Die is zich week aan het voorbereiden. Heel professioneel, heel professioneel. Ja. Waarschijnlijk nog meer excited dan papa en mama bij elkaar. En we hebben ook een Sweet Street. Ja, is dat alles wat met zoetigheid en snoep en koek en... weet ik veel wat nou, Sweet Street is een area waar je koffie, thee en dan zijn er je frozen yoghurt, pancakes van pancakes die daar gemaakt worden met Surinaamse toppings van frui. Gewoon alles wat leuk is. Maar dit is wel echt gewoon alles wat leuk is en waar je niet dus naar verschillende locaties hoeft te gaan. Is nu eigenlijk hebben jullie dat op één terrein gebracht, op één moment. Dat iedereen op één moment gewoon van alles kan genieten. Ja. En de mensen krijgen bij aanvang een Blossom goodie bag. Want zonder sponsoren geen Blossom. Nee. Een aantal bedrijven hebben zich bereid gevonden om samen met ons dit te kunnen neerzetten voor een betaalbaar bedrag. Een goodie bag met aanbiedingen van sponsoren krijgen ze. Een plattegrond. Ja, dat je weet waar je aan het doen moet gaan. Weet je precies wat waar is, een menu. Mm-hmm. Dat je ook van tevoren kan zien wat er allemaal is. Vinden we ook belangrijk hier, hè? Hallo, want we willen niet gaan zoeken. Een entertainmentprogramma, dat je ook weet wat zich waar afspeelt. Mm-hmm. Want we hebben binnen een mainstage en buiten hebben we verschillende podia. Dus dat allemaal goed gespeeld. Jullie hebben echt bijna het hele terrein dan gewoon in gebruik genomen om alles neer te zetten. Ja. Spannend. Maar Brigitte, luister dan, want Greg heeft eigenlijk verteld dat jij danste. Dans je nog steeds eigenlijk? Tuurlijk.
Je stopt nooit met dansen, nee, toch? Nee, maar niet meer. Nee, maar je houdt je wel nu bezig met veel dansende bloemetjes. Ja, altijd. Ja, nou, in elk geval. Ja, ik ben nu in een organisatie genaamd Showbliss. Ja. En onze Showbliss-meisjes die staan ook op Blossom. En wat we eigenlijk doen, wij werken thematisch. Dus mm-hmm. we staan bij de keukens, de Surinaamse keukens. Ja. En daar zijn dan de meisjes dus ook gekleed in de klededracht van de keuken. Okay. Dus je kan foto's met ze maken, ze zijn altijd bereid, leuk babbeltje uitleggen. En weet je, zo ervaar je dat ook. Nee, maar ze zijn wel heel erg creatief. Ja. Dus er is wel altijd een leuk spel. En ernstig aanwezig. Heel erg aanwezig. Maar dat is ook waar voor Showbliss. Ja, wij houden een beetje van. Ja, want voor de mensen die niet weten wat Showbliss is, mag ik zeggen dat jullie de enige eerste showgroep zijn hier in Suriname? Want je kan op andere evenementen kunnen jouw meisjes ingezet worden. Ja. Maar ja, het is toch wel een beetje brede term. Maar wat nog meer dan? Nu mag je een beetje reclame maken voor Showbliss. Nou, Elva, onze kostuums die maken we allemaal zelf. Ja. We bedenken de thema's. En wij houden van out of the box. Ja. Een beetje mensen triggeren. Maar wat voor soort groep ben je daarover? Dat wil ik weten. Wij zijn entertainment. Veel mensen denken go-go girls. Nee. Maar dat niet. Nee. Eigenlijk van alles. Maar het is nou net, hoe kan ik inspelen op jouw thema? En het is wel echt een showgroep. Ja, maar dat komt doordat... eigenlijk of is het toevallig, heb ik ze alleen zo gezien? Nee, dat is het inderdaad. Show, je hebt toch, het is jouw groep toch? Ja. En ja. Het is echt een showgroep. Ja, klopt. Ja. Artiesten, maar soms figureren ze ook. Ja. Nu op Blossom, dan hebben we voor de verschillende culturen. Ja, dan zijn ook die mensen ingezet. Klopt. Ja, dus afhankelijk van wat de klant wil, zeg maar, schrijven we dan een concept. En dan wil je dans, wil je drama weer. En dan passen we dat aan. Okay. En dan zoek ik ook alle Surinaamse artiesten bij elkaar, hoor. Dus niet alleen van hun... Nee, precies. Juist. Maar luister, ik zit nu met mijn dochter te kijken. En mijn dochter zit nu ongelooflijk te jengelen dat ze ook in jouw groep wil. Mm-hmm. Hoe werkt dat? Of kan dat niet? Of hoe zit dat? Ja, tuurlijk kan dat. Mm-hmm. Tuurlijk kan dat. Omdat wij houden van eigenlijk zo... gevarieerd mogelijk, echt het Surinaams kind, het Surinaams mm-hmm. mens, de Surinaamse mens, het Surinaamse meisje. Ja. En het is natuurlijk, oh, we hebben ook jongens. Ja. Ja. Heren. Surinaamse heren. Jongens. Ja. Heren. Ja, we werken ook wel met kinderen, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de klant. Oké, okay. Maar waar moet ik mijn kind nu afgeven? Want mijn kind is nu aan het jengelen de hele tijd aan mijn oor. Mama, ik wil ook. We zijn op Facebook en we zijn op Instagram, Showbliss Events op Instagram. Ja. En op Facebook, Showbliss. Okay, nou. Dubbele Z. Voor al die mama's, ga daar naartoe en dan maak je contact met Brigitte of met iemand anders van de organisatie. Nou, voor de kinderen, ik moet eerlijk zeggen, hebben we twee candies, Blossom Candy Girls. Ja. En dat wordt een hele verrassing. Maar shit, ik ben dat eerst even origineel. Aan het zeggen hoe mensen zich moeten opgeven voor jouw showbiz. Oh. Nu zit je gewoon dwars er doorheen Facebook. Met de Candy Girls. Dat vind ik ook leuk. Facebook. Ja, dat zeg ik. Dus als je nu met even rewind. Als je nu met je kind zit te kijken en je kind denkt van nou, dit vind ik wel hartstikke leuk. Kan ook een beetje dansen. Is niet al te verlegen, want dat is anders ook een beetje een lastig verhaal. Dan ga je dus of naar de Facebookpagina of naar de Instagrampagina Showbiz Suriname. En nou, dan maak je maar contacten met Brigitte en dan komt het helemaal goed. Absoluut. Maar je had dus ook twee Candy Girls. Ja, dat is dus exclusief, hebben we nog nooit gedaan. Oké. En iedereen staat te springen. Ja, maar niet gewoon hier een snoepje, daar een snoepje. Het is natuurlijk een hele show waarmee we altijd komen. Dus dat is extravagant. Oké, dus eigenlijk alles wat mooi, lekker, lief, gezellig. Apart. Artistiek. Is op Blossom. Creatief, ja. Okay. En we geven veel weg, hè. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Daar houden we helemaal van in deze tijd. De kinderen kregen gratis Goya popcorn. Oh. Ja. Oh. Dat wordt ook een druk, denk ik. Maar als je nu nog meer gaat vertellen wat er allemaal gaat komen, is het geen verrassing. Nee, maar we moeten wel vertellen dat we dus een podium hebben binnen, in bij de internationale in de hal, keuken. Ja. Waarbij er een heleboel prominente Surinaamse artiesten zullen zijn. Mm-hmm. Zoals Rashidi. Oh, ja. Sanchez. Ja. Een van de beste zangeressen van Suriname. Ja, we hebben Tjafuru Hermelijn die dan de spoken word doet. Mm-hmm. We hebben dansers van Kodanko. Mm-hmm. We hebben een flamenco danseresse. Oh, dat zie je hier ook bijna nooit. Nee, dat is origineel. Oké. Okay. We hebben een band uit Colombia. Mm-hmm. Een violist. Oké. Okay. En ja, het is...
prachtig. Oké. Ja, we verheugen ons eigenlijk allemaal op zondag. Je zou denken dat ze al 5 dagen zijn geweest. We moeten gewoon nog van start gaan. Het is pas aankomende zondag. Zo enthousiast. Van hoe laat tot hoe laat? Van 12 tot 6. Oh, van 12 tot 6. Van 12 tot 6 hebben we een continu programma. Er is van 12 tot 6 te eten. En DJ Cat. Ja, die is er ook. Oké. Ja. Die verbindt alles aan elkaar. Ja, oké. Leuke sfeer. Maar luister dus, want als je ook alles wilt zien en wilt beleven en wilt proeven, want ik kan me voorstellen dat 7 gerechten in één keer gaat halen, gaat zitten aan de tafel en alles gaat opzitten eten. Nee, je moet het even laten zakken en dan ga je weer verder kijken en dan neem je weer iets. Moet je dus wel zorgen dat je er op tijd bent tegen 12 uur dus, wanneer het allemaal van start gaat. En tot 6 uur, het lijkt heel lang, maar voordat je het weet, ja, is de tijd al om. Ja, vooral met het time flies when you're having fun. Exactly. So is that. Ja, toch? With mom. Ja, with mommy. With mommy, dus als je nog geen moederdag cadeau hebt. Kijk, deze mooie bon van Blossom. Kijk, ik vind die bon eigenlijk al wel heel erg leuk. Een cadeautje. Dat is al een cadeautje op zich. Ja, kijk eens. Nou, 100 SRD. Kost de cadeaubon en naar inbegrepen zit dus dat welkomstdrankje, zitten die 7 smulbonnen en kan je dus een hele hoop dingen ervaren. Maar let er dus wel op, er zijn ook voor bepaalde andere onderdelen waar een kleine vergoeding voor wordt gevraagd, dus hou daar wel rekening mee. Ga niet zwaaien met je bon en zeggen, ja, maar je had toen gezegd dat ik gratis naar binnen mag, ik heb 7 smulbonnen. Ja, maar voor een heleboel andere dingen moet je toch een kleine vergoeding betalen. Paar. Nou. Dus belangrijk, wat een beetje verwarrend was, de mensen betalen niet 100 SRD toegang, want dat was een vraag. Ja, betalen 100 SRD. Als die toegang en dan moet ik ook nog een cadeaubon kopen. Nee, dit is de bon. Juist. De bon is 100 SRD. Dus of je geeft het cadeau aan je mama, of je oma, of je tante, of je geeft het gewoon cadeau aan jezelf. Ja, ook hartstikke leuk. Ja. Toch? Ja. Nou, jullie gaan nu zeker weer terug naar KKF-terrein. Ja. 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 Jij sowieso, hè, Greg? Want je moet natuurlijk kijken hoe de bloemetjes er allemaal bij gaan staan. De bloemen, de planten, de gordijnen, de tafel, de stoelen. Ja. Maar luister, even nog snel tussendoor. Maar als iemand nu daar zondag is en we lopen jou tegen het lijf en die zegt, ja, maar luister, dan, ik heb ook, ik zie wat leuks hier en ik ga, weet ik veel, dan en dan trouwen. Kunnen ze dan ook in principe informatie? Meteen ter plekke. Meteen ter plekke. Ja, wordt niet je boeketje gemaakt, maar dan kan je wel afspraken maken. Juist, meteen. Okay, ik, en we lopen gezellig rond en, hopelijk kan ik ook nog rustig praten. Ja, precies. Nou, dan komt het helemaal goed. En als je een showgroep wil hebben, nou, dan ga je gewoon naar Brigitte. Op zondag, toch Brigitte? Yes. En als je je kind wil opgeven, dan ga je dus naar de Facebookpagina. Maar wie weet, op het volgende Blossom evenement loopt jouw zoon of dochter daar wel rond. Ja, ja, natuurlijk. Toch? Mooi. Nou, ik vond het leuk dat jullie er waren voor de allereerste keer bij mij. Ja. Zo, ja, leuk. Want meestal kom ik bij jullie op bezoek. Ik ga er nu uit. En als ik terugkom, dan gaan we een launch hebben van een nieuwe videoclip. Tot zo. Daarvoor hebben jullie kunnen kijken en luisteren naar Greg en Brigitte. Brigitte van Show Bliss, natuurlijk, die het een en ander ook heeft verteld over het Blossom event. En Greg die dat natuurlijk ook heeft gedaan. En kijk, zo leuk, heb ik ook nog een cadeaubon cadeau gekregen. Nou, hartstikke leuk. Ga dus nog even je kaart halen. Of niet je kaart, eigenlijk je cadeaubon halen voor Blossom aankomende zondag dus op het KKF beursterrein. Alles wat mama's lekker, leuk en gezellig vinden en mooi vinden, is allemaal op 1 terrein. Dus maak er goed gebruik van. De cadeaubon houdt dus in dat je 7 smulbonnen krijgt, een welkomstdrankje krijgt. Je kan zoveel siroop drinken als je maar wil. Alle smaken en kleuren van de regenboog. En je kan dan ook nog eens een keertje genieten van live entertainment. Aankomende zondag tussen 12 en 6 op het KKF beursterrein. Goed, we gaan nu het hebben over een nieuwe videoclip die gelaunched wordt. Het is altijd leuk als een nieuwe videoclip gelaunched wordt. Het is zeker ook leuk als het door een frisse nieuwe artiest is. Ja, ik kende er al wel een beetje, maar ik weet niet of jullie er thuis ook allemaal kennen. Chanté Muringa, yeah! Goeiedag! Hallo! Hi, leuk dat je er bent. Bedankt. Voor het eerst, hè? Ja. Bij mij. Super leuk. Voor het eerst ook als artiest. Klopt. Ja, hè? Maar voordat we daar, wie is Chanté? Hoe lang zing je al? Hoe jong ben je? Hoe ben je met zingen begonnen? Nou, ik ben Chanté Muringa. Mm-hmm. Ik kom uit Amsterdam, ben geboren. Ik ben 19 jaar oud en ik zing al sinds ik klein ben, denk misschien 4, begon ik in de kerk. En daarna begon ik met schrijven en doen mijn eigen liedjes. Oké, maar het is je ook een beetje met de paplepel ingegooid. Ja, klopt. Beetje boel eigenlijk. ja, het toch? Zit in de familie. Het zit in de familie. Maar mams, die zingt. Mijn vader. En je vader? Ja, mijn vader is pianist. Mm-hmm. En mijn moeder is van de Chinashukan. Dus ja.
het is meer van mijn vaders kant. Ja. Maar dus het is er gewoon vanzelf helemaal ingekomen, die vibe. Automatisch. Is helemaal van jou natuurlijk, automatisch. Kon niet anders. Luister, maar je zingt vanaf je vierde? Ja, zoiets. Oké, je bent nu 19? Nu ben ik 19. Dus dan zingen we al heel lang. Maar waarom horen we nu pas iets van jou? Dus ik heb 2 jaar geleden mijn eerste single gedropt. Mm-hmm. Maar daarvoor, ik had het eigenlijk druk met school. En nu heb ik er gewoon voor gekozen om serieus ervoor te gaan. Dus toen nu was echt, het nog echt, niet serieus en zo. Dacht je, komt wel. Ja, van oké, ik zing, leuk, weet je. Maar nu is het zo van oké, ik wil de wereld wel laten horen wat ik kan. Ja, wat je kan. Nou, en of je natuurlijk wat kan. Ja, toch zeker als je al 15 jaar zingt. Ja. Maar wat is uiteindelijk, heb je zoiets van, nou, ik wil zingen als mijn hobby houden of ik zie mezelf als de nieuwe Beyoncé? Wat is het? Nee, dus ik wil... Eerlijk! Nee, het mag ook, het mag ook niet de Houston zijn, hè? Nee, ik ben goed als Chanté, denk ik. Wat ik wil het niet gewoon bij een hobby laten, maar ik wil... me focussen op school en daarnaast wil ik dan ook gewoon muziek doen, maar dan niet als hobby. Dus ik ga het combineren, zodat ik bijvoorbeeld, want ik studeer management, zodat ik dat alsnog erin kan gooien. Ik weet nog niet hoe, maar... Maar ja, je hebt het sowieso nodig natuurlijk. Ja, sowieso. Want stel je voor, je breekt straks helemaal door en de ene Grammy naar de andere Grammy sleep je naar binnen. Ja, ga je toch wel moeten weten wat er onder andere met je centjes gebeurt. Precies, ja, toch? Dus je management daarom. Is sowieso goed om dat te houden. Ja, klopt. Oké, wat heb je vandaag voor ons meegebracht? Nou, mijn allereerste videoclip. Ja. En ik ben zo excited. Vertel over je videoclip, over je single. Dat lied heet They Don't Know. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk over mensen die me teleurstellen. Mm-hmm. Eigenlijk... Die teleurstellen of hebben teleurgesteld? Ze hebben me teleurgesteld en nog steeds doen ze het. Okay. Ze begrepen het lied ook niet. Ja, nee, dus... maar terwijl het echt voor jullie is, voor die groep die het maar niet kan begrijpen. Voor jullie is dat niet. Ja, het is voor jullie. Maar het is eigenlijk zo van, kijk, soms vragen mensen hoe het met je gaat, maar dan willen ze het gewoon weten, gewoon to know. Maar niet omdat ze er werkelijk uit iets oprechte mee doen. Interesse. Ja, precies. Mm-hmm. En dan zeg je hoe het gaat, stel het gaat niet zo goed, dan zeggen ze van oké, oh, tje, beterschap of zo. Ja. Daar kan ik echt niks mee, toch? Nee, precies. Ja. Ga en vraag een beetje waarmee kan ik helpen. Precies, dat en daar heb ik zoiets je. Van, vraag dan niks. Nee. Vraag dan niks. Vraag gewoon niks. Vraag gewoon helemaal niks aan mij. Ja. Oké, maar luister, dit is je eerste single. Ben je bezig met de album? Het is mijn eerste clip. Je eerste clip, sorry. Ben je bezig met het hele album nu? Nee, nog niet. Ik ben nu van plan gewoon aparte singles te droppen. Oké. En gewoon eventjes inkomen. Oké, om te kijken hoe dit aanslaat. Yes. Ja, toch? De single gaan we, of tenminste de videoclip gaan we natuurlijk hier launchen, laten zien. Voor het eerst. Nee, je bent al bij mijn collega's geweest. Ja, maar mijn bedoeling was dat hij eigenlijk inderdaad vorige week zou komen. Ja. Maar goed, wij gaan hem hier laten zien. Wij gaan hem ook vaker laten zien tijdens Switch. Wat is je volgende projectje? Nou, ik heb vorig jaar een single uitgebracht met DJ K-Mac en Shaq. Okay. Het heet Blessed. En daarvan gaan we dus de videoclip alsnog shooten. Okay. Dus daarmee ben ik nu bezig. Daarmee ben je nu bezig. En dat wordt ergens in juni zo gelanceerd. Okay. Maar je schrijft al je liedjes wel zelf nu? Ja, ik schrijf zelf. Allemaal zelf? Allemaal. Oké, en waar gaat je voorkeur naar uit? Naar ballads, naar optempo, als in dancehall, reggae, pop? R&B, wat is het? R&B en pop vind ik toch wel lekker liggen. Ja? Het prettigste om te doen. Oké, maar wat nou als je nu wordt ontdekt, want wij zijn ook op YouTube te zien. Ja. En er zit een of andere big shot producer die kijkt en die zegt... Chanté, that's my girl. En die zegt, hey, ik heb meteen een contract voor je om naar Amerika te komen. Wat wordt dat dan? Dan leg ik het voor aan het team dat achter me staat. Ja. En dan vooral ga ook ik aan je ouders, voor. Ja. Ja, dat vooral. Ja, dat is het belangrijkste team. Ja. Dat is heel belangrijk, want anders als die zeggen nee van... Ja, dan houdt het wel een beetje op, hè? Ja, dan houdt het wel een beetje op. Nee, maar ik dram wel door, hoor. Ja. Nee, maar goed, we gaan eerst kijken hoe dit gaat. Step by step, day by day. En ik hoop dat we nog heel veel van je gaan horen en zien. Ja, sowieso wel. En dus we kijken al uit, deze is nog niet eens laten zien, maar we kijken al uit naar de volgende videoclip.
Nou, dat was Chanté Muringen met haar eerste videoclip. Niet de eerste single, maar wel de eerste videoclip. Je hebt hem hier gezien. We gaan uiteraard nog veel meer van haar zien en horen. Natuurlijk tijdens Switch. En ik hoop, Chanté, dat het niet alleen hier zal blijven, maar ook ver buiten de Surinaamse grenzen. Want je ziet er eigenlijk al een beetje uit als een internationale ster, hoor, vind ik. Ja, 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 dat mag wel even gezegd worden. Ja, toch, Reinel? Ja, ja, Reinel kunnen we niet zien, maar die zit vandaag achter... Ja, achter de camera. En waarom zit hij nou achter de camera? Omdat hij me van de week had geappt en hij zei, ja, ik heb iets leuks voor je, kan hij ook bij jou langskomen? En ik zeg, nou, als jij zegt dat het leuk is, dan moet het gewoon wel kunnen. En of het leuk is wat langs is gekomen. Want kijk eens wie hier naast me zit. Kijk, de joch. Ja! Zie je nou, man. Ja! Nou, voor de mensen die echt niet weten wie jij bent. Mijn naam is Dina Ice. Ja. Ik maak voornamelijk Nederlandstalig urban muziek. Ja. Mensen kunnen mij kennen van Round to Round. Mensen kunnen mij kennen van Oh My God. Mm-hmm. En van mijn nieuwe single die eraan gaat komen, genaamd Bobby Lee Queen. Oké, okay. Maar luister, Lina, ben je hier op vakantie? Nee. Dat het gewoon toevallig was? Want nee, zo kwam het wel een beetje bij mij over van, oh, hij is op vakantie, kan hij niet even bij jou langskomen? Nee. Wat een boeking. Mm-hmm. Een leuk event, genaamd, ja, WBC. Ja. Dat was een dansevent. Het was, ja, in de on stage was het volgens mij. Oh, dat was van vorige week, hè, Reinel? Ja, 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 ja. Wereldkampioenschap B-boy. Precies, precies, ja, precies. En daar was ik als het ware de live act van. Dus daarvan was ik geboekt. Oh, oké. Okay. Ja. En toen dacht je, nou, dan blijf ik gewoon een beetje langer hangen. Ja, ja, inderdaad. Ik wacht dat de regen voorbij is. Precies. Nou, we zijn hier dus 2 weken als het ware. Mm-hmm. Dit is onze laatste week. En dit weekend gaan we onze laatste week. Oké, okay, ga afsluiten. Je nog wat doen. Maar luister even, want wij moeten een beetje teruggaan met jou natuurlijk. Mm-hmm. Omdat je, ja, ik weet wel wie je bent en een heleboel andere mensen, maar een heleboel mensen weten ook niet wie niet. Je bent. Klopt. Nee, want waar ben je ooit begonnen? Hoe is dat allemaal gegaan? Nee, precies. En zo, want je komt uit Nederland, maar ja, Nederland is groot en zo. Ja, ik ben als het ware dus niet 2 jaar bezig. Mm-hmm. Echt officieel. Daarvoor natuurlijk heel veel geprobeerd. Ik ben begonnen met een piano, ik was 10 jaar. Die hadden mijn ouders voor me gekocht. 2 jaar later ben ik in een percussieband gegaan, dus in een brassband. Oh! Ja. Dus, en later ben ik dus gaan zingen. Mm-hmm. En zelf gaan produceren, dus ik kon zelf muziek maken. Maar je kon dus al een beetje zingen, denk ik? Ja, ja. Dat heb je niet geleerd in je brassband? Nee, precies. Nee, ik ben als het ware plotseling gaan zingen, als het ware. Het is echt gewoon heel random begonnen. Oké. Okay. En zo als het ware gewoon uitgebreid. Het is als het ware gewoon echt een gift from God, om het zo te zeggen. En nu ben je gewoon echt fulltime artiest? Echt fulltime artiest, inderdaad, ja. Ja, nou, niemand zo blij, denk ik, als jij. Daarmee. Ja, inderdaad, nee, zeker. Ik bedank God dat hij mij zo stil vergeven. Ja, precies, toch? Maar want wat voor muziek? Ja, je hebt je liedjes natuurlijk wel opgenomen. Ja. Wat voor muziek maak je? Ik maak echt van alles. Ik ben echt super breed. Van pop, mm-hmm, tot urban muziek, tot en met hip-hop, tot en met R&B. Ja. Maar mensen kunnen me zeg maar in het vakje zetten als urban. Nou, urban is het ware. Is heel, heel breed. Om het zo te zeggen. Is echt heel breed. Het is, urban is het ware, zeg maar, een soort van slash hip-hop, slash R&B. In één ding, zeg maar. Precies. Maar je treedt in Nederland, treed je ook op, als ik dat zo mag zeggen, op grote evenementen. Ja. Met jongens als Broederliefde, SBMG, ja, Keizer, Gio en wat allemaal. Die ook hier ook allemaal op het bankje hebben gezeten. Klopt. Met hun treed je gewoon op. Ja, met hun treed ik op inderdaad al op, ja. Ik stond ook laatst in een voorprogramma. Mm-hmm. Als enige van Jason Derulo bijvoorbeeld. Okay. Oh, dat is wel heel... Ja, zeker, zeker. Ik heb hem na de show ook nog even ontmoet en mm-hmm, gesproken. Oké. En wanneer gaan we naar Hollywood? Ik hoop heel snel. Natuurlijk is eerst Suriname aan de beurt, Nederland aan de beurt. Oh nee, gelukkig. Dat je wel eerst even aan ons hier denkt. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Natuurlijk zijn jullie eerst aan de beurt om gewoon als het ware mijn naam te vestigen. Ja. En daarom zijn we dus ook als het ware hier ook bij jou. Hier, we hebben hier gezellig langskomen. Ja. Oké, luister even. Want dit weekend is er dus een evenement waar je dus ook gaat optreden. Ja. Ja. Welk evenement is dat? Het is in Margaritas. Mm-hmm. Dus ook wat tequila heet het toch? Club Tequila. Club Tequila. Ja. Nou, het vat. Iedereen is daar, is niet te missen. Ja. Als je er bent, kom gewoon langs. Oké. Okay. En dan het gaat heel erg gezellig worden, maar denk vanaf ik. Vanaf hoe laat kunnen mensen jou bewonderen daar? Vanaf 2 uur? Vanaf 2 uur. Vanaf 2 uur. Kijk. Ben je daar? Ja. Oké. Okay. Dan ga je live optreden? Live optreden, inderdaad. Nee, niet met band, maar wel met DJ. Wel gewoon met een leuke DJ, Wel gewoon met een hele leuke DJ. Ja, een hele leuke DJ. Je hebt als het goed is ook een videoclip meegenomen? Inderdaad. Mijn nieuwe single hoort te zijn. Die is nu al volgens mij 2 maanden uit. Mm-hmm. Hoe doet die het? Dat is goed, hè? Ja? Dat is wel goed, maar het is meer als het ware een commerciële nummer. Dus hij gaat meer op radio lekken dan echt zeg maar daarbuiten, zeg ja, maar. Okay. Daar zijn we ook blij om, natuurlijk. Natuurlijk, ja, natuurlijk zijn we daar ook blij om. Dag, ben je dus live te bewonderen in Club Tequila. Inderdaad. Vanaf 2 uur. Reinel, wat is toegang? Gratis toegang.
Wat zeg je? Voor de heren is het een prijsje, maar lady, voor de vrouw is het... Voor de heren een klein prijsje en voor de dames is het natuurlijk vrij. Wat is het toch fijn om vrouw te zijn? Is het gewoon gratis toegang? Club Tequila is dus dan zaterdag de place to be. Vanaf hoe laat, Reinel? Vanaf 11 uur. Vanaf 11 uur, oké. Okay, en dan gaat... Echte meisjes met Lina is zo hier. Oh, echte meisjes met Lina. Oh. Ik wist het zelf niet eens, hoor. Ja. Oh, je wist het zelf niet eens? Maar dat moet je niet zeggen op live televisie. Nee, je wist het zelf niet eens. Nee, kijk, ik ben gewoon echt druk bezig met de live act die ik dan zeg maar, dus daar ga doen. Ja. Dat ik me niet eens bezig houd met het hele concept, weet je. Oké, maar bij deze Zo Heet Het Feest. Zo Heet Het Feest. Echte meisjes. Met Lina Ice. Met Lina Ice. Nou, echte meisjes. Dus alleen voor de echte meisjes is dit. De echte meisjes die 18 jaar en ouder zijn, denk ik. Ja, doe dat maar wel. Dus de echte, eigenlijk moet het zijn aan de echte jonge dames met Lina Ice. Meisjes, dan klinkt het alweer, weet je wel, Rhino. Maar goed, ben je dus 18 jaar ouder, dan ben je dus van harte welkom. Welkom de zaterdag in Club Tequila. Lina Ice, ik vond het super leuk dat je toch even een stop hier hebt gemaakt. We hopen ook van jou natuurlijk veel meer te horen veel meer te zien aankomende maanden. En ja, als we ineens horen van ja, je hebt een dik contract getekend, dan zullen we het begrijpen dat je dus niet meer gewoon zo naar hier kan komen. Inderdaad. Dat is dan ook, maar dan zijn we gewoon wel heel erg blij. Ja. Want dan tegen de tijd dat je dan wel weer hier komt, dan weten we wel van, nou, voordat hij zijn contract kreeg, was hij wel hier bij ons. Precies, precies. Inderdaad. Ja, ik bedoel, hey, zo is dat toen ook destijds met Kenny B gegaan, hè? Dus you never know. Nee, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk echt zo. Dus hey, thanks voor het komen. Ik kan nog iets zeggen trouwens. Ja, nou wil je nog iets zeggen? Aanstaande zaterdag gaan we iets leuks doen. Ja. Dan gaan we een videoclip met opnemen. Met echte meisjes. Ja, dat ook. Ja, maar ook. We gaan een videoclip opnemen. Hier zie je namen samen met nette jongens. Oh, oké. Okay. En speciaal voor deze videoclip wil ik ook natuurlijk Surinaamse people hebben. Oh, jongens en meisjes. We willen, als het ware, 18 jaar en ouder. Ja. Jonge dames. Jonge dames. Ja. Willen we vragen om gewoon een foto te sturen naar mijn Facebookpage, Lina Ice. Oké. Okay. En dan morgenavond kiezen we er vier uit. Die mogen als het ware figureren. Maar wanneer wordt de videoclip? Zaterdag wordt die geschoten. Zaterdag wordt die geschoten. Maar waar wordt het geschoten? Locatie, dat is nog als het ware een klein beetje onbekend. En dat het nog niet helemaal zeker is. Okay. We hebben verschillende locaties. Maar wel in de stad? Ja, wel gewoon in de buurt. Nee, dan moet je dat wel weten. We gaan niet aan het binnenland of zo, nee. Nee, dat bedoel, dat moeten we wel weten. Dus het is sowieso hier in de stad worden. Ja, wel gewoon in de stad, inderdaad. Dus de bedoeling is dat de meiden die vanaf 18 jaar en ouder, die mogen dus nu een foto opsturen naar de Facebookpagina van Lina Ice met even je naam erbij, namen bij leeftijd. En de foto. Ja, hobby's. Mag, maar de foto is het belangrijkste eigenlijk. Maar moet het een foto zijn alleen van mijn gezicht of van mijn hele lijf? Ik denk dat we toch van je hele lijf. Ja, dus je moet wel een foto waar je helemaal op staat. Helemaal op staat. Goed dat graag van de voorkant ook. En niet van de achterkant. Nee, ik zie wel eens foto's voorbij komen op Facebook. Dat ik denk, maar hoe weet ik nou wie is? Nee, in de club. Weet je, dus gewoon een foto waar je helemaal op staat. Je voorkantje. Je moet in ieder geval 18 zijn. Wie weet zien we jou dan terug in de nieuwe videoclip van Lina Ice. En dan weten we sowieso dat de videoclip niet alleen hier gaat blijven, maar natuurlijk verspreid wordt ver buiten de Surinaamse grenzen. Inderdaad. Oké, nou hartstikke goed. Ik ga er nu ook mee stoppen. En ik dank jullie allemaal uiteraard voor het kijken. Heb je nog geen leuk moederdag cadeau? Ga dan of langs bij Art & Jewels van Colombia. Piep piep. Bijvoorbeeld wat ik nu om heb. En heel veel andere mooie spulletjes. Mel Angie's Hair Bar, die heeft natuurlijk de maand mei speciaal voor alle mama's. De hele maand mei. Vreselijk leuke aanbiedingen. Ga eventjes naar de mail, naar de Facebookpagina van Mel Angie's Hair Bar. Of even naar hun Instagram pagina. Dat is natuurlijk mijn favorite hairspot. Als je zoiets hebt van nou, ik wil mijn mama lekker laten verwennen met een pedicure en een manicure of mooie nagels. Net als die van mij. Dan maak je natuurlijk een afspraak bij Delmira's Nails. Ik dank hun ook alle drie uiteraard weer voor hun fantastische werk. Ik zeg dankjewel heren in de studio. Zaterdag zijn we weer, maar dan zijn we weer in herhaling. Vergeet niet om onze Facebookpagina te checken van Switch. En natuurlijk ook ons op YouTube te checken. Ik zie jullie volgende week weer wat je dit weekend ook gaat doen. Of je nou een jong meisje bent die gaat feesten met Lina Ice op zaterdag. Of je gaat naar Blossom. Denk eraan als je een glaasje op hebt. Laat je altijd rijden. Ik zie jullie volgende week weer. Ciao!